Beautiful Life is de titel van een nieuwe cd en een nieuwe concertreeks van Dana Winner. De Vlaamse zangeres won onlangs een prijs in Zuid-Afrika omdat ze daar 300.000 albums verkocht. Maar ook in haar eigen Limburg is ze nog altijd erg populair. Zo bleek vanavond toen ze optrad in Hasselt. I've led you by. Muziek met meer ballen, zegt ze zelf. Meer Engelstalige nummers, minder gesuikerd. Het was tijd voor nieuw werk in plaats van covers. Ik ben ondertussen 40, moeder van een dochter van 6. Allee, ik moet u niet vertellen, dan gaat de trein snel. Plus, die weten ook al heel goed wat ze willen. Ik heb ook altijd heel goed geweten wat ik wou. Ik kom uit een gezin van 5 kinderen en ik ben dan de jongste. En je bokst dan eigenlijk wel op tegen 3 oudere broers en een zus. En je wil eigenlijk zo snel mogelijk bereiken wat zij dan eigenlijk al bereikt hebben. En daardoor heb ik nooit echt zo mijn kaas van mijn boterham laten nemen. En nu dacht ik van, kom op, het is terug opnieuw tijd om er wat aan te doen. Een nieuwe start, een nieuw begin. Dana voelt zich energieker en hipper dan ooit. Het bewijs, volgende week staat ze op de cover van het mannenblad P-magazine. Ik ga niet naakt, ik laat ook niks zien. Het gaat gewoon echt iets wat vrouwelijker zijn. En iets, misschien voor mensen soms iets wat meer sexy, maar... Allee, ja. Het zijn de sprongen die ik maak. Dana Winner neemt vanaf nu ook haar artiestenkledij zelf in handen. Dit topje ontwierp ze samen met een vriendin naaister. Ik heb nooit een opleiding gehad in Antwerpen, maar dat is iets wat... Op dat vlak heb ik wel een creatief brein. Is de cirkel weer rond als je naast me komt staan? Of is ons leven bepaald door de stand van de maan? Zijn mijn angsten gegrond? Heb ik of wordt het mede bepaald door de stand van de maan? De nieuwe Dana Winner in Hasselt. De hele show wordt op kerstavond uitgezonden op 1. En dat was het voor deze avond. Fijn dat u keek en tot later. www.vrtnieuws.net. Want het nieuws. Goedenavond, welkom bij De Rode Loper. Het podium van de Hasseltse Etias Arena werd dit weekend optimaal gebruikt. Want amper één dag na het Songfestival beklom ook Dana Winner datzelfde podium voor haar tweejaarlijkse megaconcert. Een geslaagde thuismatch voor de Limburgse Nachtegaal, want Dana kwam, zag en overwon. Onze reporter zat La Winner op deze gloriedag op de hielen, voor en achter de schermen. Ik ben in de week eigenlijk al komen kijken naar het gebeuren hier. Om eens te kijken wat de zaal precies inhield. Toen dacht ik van, amai, dat is hier wel heel spectaculair. Wat doen we nou? Ik mis je adem. Ik mis je adem. Ik hoop dat die straks nog hebben. De twee dingen zijn eigenlijk heel interessant te doen. Zowel de grote als de kleine shows. Want hier natuurlijk ga je voor de volle mas. Dat zijn dingen die je natuurlijk niet alle dagen gewoon bent om te doen. Maar ik doe het ook wel graag. Ik kan daar ook wel een stuk mezelf in zijn. Ik kan me daar een beetje in gooien. Hoeveel tijd hebben we nog om een repetitie te doen? Lekker voor ons aan het water, want het is wel heel nodig. Time is short. Mensen rondom mij, waar ik mee gewerkt heb tot nu toe, die weten ook dat ik iemand ben die zegt wat ze denkt, wat ze voelt, wat ze wil. En zo wil ik ook zijn. Ik ben misschien niet de gemakkelijkste, maar ze weten wel wat ze aan mij hebben en wat ze niet aan mij hebben. Ik heb het graag zo, allee, ja, dat het in orde is. En ik ben eigenlijk wel een controlefreak, ja. We gaan gewoon om 4 uur beginnen met het eerste. We moeten klaar zijn. We moeten gewoon pauze geven. Ik ben heel zenuwachtig. En naarmate dat ik sneller begin te praten, dat ik meer begin te praten, dan wordt het alleen maar erger. En het wordt dan ook wel plezant, want dan gooi ik er eigenlijk wel dingen uit die...
Niet voor publicatie. Dan niet voorop. Nee, nee, dat is juist, ja. Zenuwachtigheid, dat heb ik ook nodig. Ik mag morgen zo zeker zijn van mijn stuk. Maar toch, die adrenaline en die zenuwachtigheid, en die, dat heb ik wel wat nodig. Ik denk dat ik anders niet goed zou presteren, want dat zet u eigenlijk een beetje op het tipje van je stoel. Dat je echt wel alert geconcentreerd bent. En dat zal iedereen vanavond wel zijn. Succes, hè? Dankjewel, Erik. Langs heel erg geconfronteerd geweest voor mijn eigen broer. Die zei van, ja, ik ken je zo niet, gelijk als dat je, je bent soms een beetje te braaf en zo ken ik je eigenlijk niet. En van nu zeggen de mensen al, je bent zo veranderd. Ja, misschien zal het met de look te maken hebben, alhoewel dat ik daar niet zo bewust mee bezig mee geweest. Alleen mijn haren zijn gegroeid en van, ja, misschien ben ik iets meer naar buiten gekomen en misschien ben ik in mijn tweede jeugd, hè, wie weet. Duisternis, omdat ik mijn geliefde. Ik denk dat mijn vrouwelijkheid vooral naar boven gekomen is nadat mijn dochter geboren is. Ze zeggen ook altijd, een kind krijgen brengt misschien andere dingen in een meisje. Toen brengt eigenlijk dan nu de vrouwelijke kant er iets meer naar boven. En ik denk dat dat bij mij ook wel zo is. Oh ja, ik mis je. Het is altijd plezant dat mensen telkens weer terugkomen naar concerten kijken. Want god, wat zouden wij zijn zonder die mensen die komen kijken. Dus ik maak daar ook altijd tijd voor. Ik heb daar ook altijd tijd voor genomen in het verleden. Om die mensen toch wel even te woord te staan. Of ik denk dat ze dat ook verdienen. Dus ik heb daar absoluut geen moeite mee. Ik wens jou een dikke proficiat. Dat was heel is daar, hebben we genoten. Ze blijft wie ze is. Ze is spontaan. Ja. En ze weten mensen altijd goed te amuseren en in de sfeer te brengen. Jij zit er ook altijd bij. Jij hebt altijd chance. Ja, ja. Gewoon zoals Jan en alle man op de straat, zeg maar. Dus geen kapzones, is niet uit de hoogte. Dus gewoon, dat is het fijne ervan. Dat het gewoon iemand is zoals jij. Zijn die dan nog minder fans? Dat gaat van jong naar oud. Dat gaat van alle beroepscategorieën. Dus ik kan niet echt specifiek één Dana Winner van eruit halen. Vroeger kon ik ze er nog eens uithalen omdat ze allemaal zo'n Dana Winner koepje hadden. En dat is nu zo niet meer. Dus nee, maar ik denk dat het een heel uiteenlopend publiek is. It's a beautiful. Later dit jaar komt het Beautiful Life concert ook uit op DVD. Het concert wordt trouwens ook uitgezonden hier op 1 en dan nog wel op kerstavond.